mooi materieel. Tja, daar mag ik de hele dag mee bezig zijn. Bij Van der Werf Logistics in Heerenveen. Een mooi bedrijf. Die doen namelijk speciale ladingen. Ladingen met afwijkende maten. En die zendingen die kunnen ze op iedere locatie laden en lossen. Het bedrijf is goed voor zo'n 100.000 transporten per jaar. Dat is 14 miljoen kilometer. Ja, zet dat even in perspectief. Dat is 475 keer de aarde rond. En bij al die kilometers krijgen de banden het voor hun kiezen. En als je het over zoveel kilometers hebt, dan heb je het over duizenden banden. Want ze hebben hier honderden trekkers en trailers. En vandaag kijken wij mee achter de schermen hoe ze al dat materieel rollend houden. Geurt, mag ik je even storen? Hey, goedemiddag. Het is een mooie werkplaats heb je hier. En wat doe jij hier allemaal? Wij doen hier alle voorkomende reparatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan onze trucks en trailers en kooiapen. Alles? Ja, alles, behalve de banden. Banden hebben we uitbesteed aan Euromaster. Wij vinden dat banden een specialisme is wat bij de bandenspecialist thuis hoort. Ze door een lekke band stilkomen, dan staan ze ook een beetje suf, of niet? Ja, dat is suf en dat kost, dat is stilstand en stilstand kost geld. En dat is vervelend voor onze klant en voor onze planning. Zo, Michael. Aardige werkplaats. Ja. Wat heb je allemaal bij je? Ik heb eigenlijk alles bij me om op locatie te kunnen werken. Net als hier was een probleem met een band. En dan kan ik gewoon op locatie kan ik hem wisselen. En hoe kom jij er nou achter dat hier een probleem met een band is? Door het tijecheck systeem waar ze gebruik van maken. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat wij de banden op afstand kunnen monitoren. Dus als een band leeg gaat, dan krijg jij op je tablet een melding? Ja, en dan kunnen wij de chauffeur inlichten dat hij een leeglopende band heeft. Mark, zijn er veel bedrijven die dit soort service afnemen? Steeds meer. Je ziet dat de manier om te monitoren en te rapporteren steeds toegankelijker wordt en makkelijker, waardoor een klant real-time inzicht heeft in zijn bandenstatus. En uiteindelijk kiezen ze voor ons als een expert om die service uit te voeren. En dan staat er meteen zo'n busje voor de deur, of niet? Als je probleem niet heeft. Meteen, maar zo snel mogelijk uiteraard. We beginnen eigenlijk bij Master Start, dat is de basis. Service op afroep, dus als de klant belt, gaan we er naartoe en gaan we het regelen. Dan hebben we een tussenoplossing, waar we uiteraard banden en service aanbieden. Herprofileren, het pompen van banden, allerlei andere service items. En het laatste, het premium pakket, Master Premium, is wat Van der Werf heeft. Hij betaalt een vast bedrag per maand, per voertuig. En wij ontzorgen de klant volledig, zodat hij niet stil komt te staan. En dat is in de transportsector enorm belangrijk, hè? Niet stilstaan. Absoluut, dat is waar het om draait. En daar zijn we elke dag heel druk mee met alle mensen in Nederland en ook in Europa om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nog één klein ding, natuurlijk is de service belangrijk en je wil altijd op de goede band rijden. Veiligheid is een ding, maar brandstofverbruik, milieuuitstoot hangt daar toch ook aan vast? Absoluut, absoluut. En je ziet ook dat de interesse daarin toeneemt. En ook de noodzaak bij bedrijven om dat te doen, dat zien we zelf ook. Bandenspanning, herprofileren, vernieuwen, uitlijning. Dat is alles wat we doen. En daar zijn we Van der Werf ook heel druk mee om het elke dag gezamenlijk voor elkaar te krijgen. En als ik over procenten praat, waar praat je dan over qua brandstofverbruik besparing? Als we de servicewerkzaamheden goed uitvoeren als we doen, praat je zeker tot een brandstofbesparing rond de 10% of zelfs meer. Geurt, wat levert het eigenlijk op allemaal? Een goed bandenbeleid levert een stuk brandstofbesparing op. En ook een langere levensduur van de band. In principe, als je de banden nog een keer herprofileert, dan kunnen de banden 20% langer mee. Op zo'n wagenpark is dat een enorm bedrag. Het is ook een stuk CO2-besparing. En daarom letten wij er ook op, door middel van brandstofcijfers in de gaten te houden, een klimaatneutrale werkplaats en hebben we een wasstraat waarbij het hemelwater gebruikt wordt. Wij truckliefhebbers zijn natuurlijk gefascineerd door mooi spul, maar er zit een hele wereld achter, een ondernemer die een gezond bedrijf wil met tevreden klanten en blije chauffeurs. Maar hij heeft ook de verantwoording voor die hele grote vloot aan trucks met miljoenen liters brandstof, met onderhoud en natuurlijk ontelbare banden. En dan is het mooi om te zien dat juist die banden, dat is hier goed geregeld. Het wordt uit handen genomen, zodat de ondernemer lekker kan ondernemen.